Besparen, nee! Investeren, ja! Besparen, nee! Investeren, ja! Besparen, nee! Investeren, ja! Geluiden, laat jullie nog eens horen! Besparen op mensen die voor mensen zorgen, dat doet je niet. Dat is laag bij de grond. Omdat er al zoveel bespaard is, er is al zoveel beknot op het sociaal werk, op het opbouwwerk. Genoeg is genoeg. Er wordt op sociaal werk bespaard, en niet het minste. We zien besparingen bij SAM, we zien besparingen bij de CAW's, we zien besparingen bij de socioculturele sector, we zien besparingen bij cultuur. Genoeg is genoeg. Nu, als het Wouter Beke zijn bedoeling was om een warm Vlaanderen te creëren, dan heeft hij dat vandaag hier duidelijk bereikt. Want ze hebben een heel bijzondere soort van investeren gevonden. De regering zegt we gaan investeren, maar eigenlijk is het besparen. En dat is eenvoudig. Ze nemen het geld weg op de ene plaats en ze geven het ergens anders. En volgens hen is dat investeren. Volgens mij is dat poefelen eigenlijk. Investeren wil zeggen meer centen voor welzijnsnoden, voor zorgnoden, voor cultuur en voor een warme samenleving. Dat is waarvoor we hier allemaal zijn.